There's reason to be jolly, ta la 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 la. Fill your heart with love and jolly, ta la 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 la. Ja, ik heb dit soort momenten ook gehad. Toen ik met mijn clans bezig was vroeger. Ja, maar dit is gewoon kut. Yep. Hier kan ik ook weer vrij weinig gaan doen. Dan zeggen mensen weer, het is slecht georganiseerd. Maar het is gewoon... Ja, je weet in ieder geval nou, met zekerheid, dat het merendeel van de clanbase zich niet houdt aan de afspraken stelt. Yep. Dus dat betekent in ieder geval dat je dus voor de komende tijd geen grote matches hoeft te plannen, maar dat je wel gewoon met andere clans mee kan doen, bijvoorbeeld als mercs. Om maar eventjes een voorbeeld te geven. Want in principe het is gewoon lullig voor jou om telkens weer dat staan en dan te zien van, ha, de elf komt weer niet. En dat werkt ook niet voor je reputatie. Dus, ja. Weet je wat erg is? Een clan die net begint, heeft meer leden. Heeft minder leden, maar wel meer leden om mee te spelen. Wat is dat dan? Weet ik niet. Ik weet niet. Ja, het is een Jäger nog wat, dus zeg maar. 2FJG? Ja, die Baker Squad in ieder geval. Oh, 28. Dat is een andere. Oké. Okay. Ja, maar het is ook een kwestie van selectief recruiten of gewoon een vriendengroep die net begonnen is daarmee. Dus ik zou in ieder geval voor je eigen mindset zou ik je niet te snel daarmee vergelijken. Want meestal bijvoorbeeld, toen ik nog op mijn clans begon, de eerste 4 weken was iedereen hartstikke actief. Deden we veel clan matches, noem maar op. Maar na die 4 weken werd het allemaal steeds ietsjes minder. En dat is gewoon omdat mensen het spel gewoon te veel in één keer speelden. En dan komen ze daarna niet meer. Bijvoorbeeld, dat is één voorbeeld dan, hè. Niet per se terugreden. Maar, ja. Komt er in ieder geval op neer. Je hebt een piekmoment wanneer je dus meer spelers hebt die online zijn. Later in het jaar, toen de tijd, rond kerst en oud en nieuw, zag ik in één keer weer oude members die in één keer weer online kwamen. En dat is dus, in principe zijn dat de gelegenheidsspelers. Die spelen wanneer ze even de tijd hebben en daarna gewoon niet meer. Ja, totdat ze de volgende keer weer even de tijd hebben. En dat is meestal dus rond de feestdagen. Want de feestdagen was mijn clan in één keer van 50 members en 150 members. En dan was het van, oké. Okay. Yo, guys. Hey.
Yo. Isn't anyone joining the VC? Yeah, we do, but I tried to get a Dutch and an English squad. But if the people don't show up, I will mix it. Okay. So, did you still want Syntax to be commander? How the fuck? Oh. Well, to be honest, if we only have 5 people on, then a commander can't be doing anything good. As far as I'm aware, I'm gonna be squad lead, Pokey's gonna be squad lead, and Syntax is gonna be the commander. Which fucker did that? Oh, I don't. Six. Where are my guys? For fuck's sake. Ew. Yo. Was goed? Ja, en met jou? Ja, best. Oh. 4-16. Ik heb het goed geregeld in ieder geval. Ik heb alle clans ben ik afgegaan. Dus dan ligt het niet aan mij op dit moment. Nee, precies. Waarschijnlijk zaterdagavond. Mensen hebben andere dingen in één keer gepland. Later op de dag. En ja. Oké, medel. Doe je kopie? Yeah, hello. Hello. We are waiting for you to make a party at 8 o'clock. You are listening the messages?
Lithuanian. Can you read the Discord? You have private messages from our community. Wait, I will look. Let me, give me a sec. Ik word hier moe van. Yep, snap ik. Wacht even, hebben wij US of Germany? US. Ja, we zitten in Axis op het moment, maar we ja, hebben zo de US gewisseld. Oh fuck, daar heb ik. Wacht, oh ja, ik kan switchen. Nou, dat belooft veel goed, zie ik. Ja, dat, ik heb gewoon alles netjes goed doorgegeven, dus. Het is een van die avonden. Nee, ik heb het. Oeh, wacht, ik ben getagd. Let's see. Ja, we hebben zo'n 7 mensen online op het moment. According to VC dan. Am I in time for the event or? Je bent op tijd. Dit is de Nederlandse squad, dus dat maakt niet uit. Well, yeah. Wil ik Jim er ook bij halen? Ja, doe maar, doe maar. Dat zou echt fijn zijn. Is dat je broer? Nee, gewoon beste vrienden sinds de basisschool of zo. Alleen, we wonen best ver van elkaar af qua tijd, omdat ik verhuisd ben, dus we gamen gewoon heel samen. Cool. Ja. Niet. Ik weet wat er verkeerd is gegaan. Want er staat, we zijn Amerikanen. Dus mensen joinen nu de Amerikanen. En zo meteen worden de teams geswitcht. Zijn jullie nu aan het setup dingen aan het doen? Of beginnen jullie al? Met dat? Wacht, we hebben Unit 1 zitten ook mensen. Dat is de Engelse squad, toch? In de unit. Wij zitten in Axis. Die A20F, hey, die clan. Ja. Die had jij gefixt? Ja, en er komt nu nog meer. Er komt 505. Je bedoelt Exculus? Ja, Exculus. Ohama Beach, oké. Oh, clown! 4 mensen queue voor mij. Ja, kijk, nu verandert er al iets. Ik ga heel even uit call, ik bel heel even Jim en dan haal ik hem erin, oké? Is goed. Het is ook lekker. Ik vraag aan die Amsterdam, die jongen. Vraag ik, wil je meespelen? Zegt hij ja. Hoe laat? 8 uur. Ook goed. En dan vraag ik nu, waar blijf je? Geen antwoord. Echt waar, het is... Hallo. Zo kut. Joe. Ah, vind ik dat alles goed. Pocky, ga jij squad lead? Ja. Zo. Joe. Ja, we hebben het toch gespeeld. Ja, gaat goed, joe. Eventjes storing, of... Ja. Alright. Ja, ik moest even overstappen van squad lead naar commander, want dat is echt. Ja, dit moet zet je aan de verkeerde stuff die jullie hebben dan of? Oh, wacht. Ja, waar gaan we op dan? Wat is het plan? Wacht, ik had het nog door. Wacht even, wacht. Het is nou safe. Ik had we zitten nou in ieder geval met 17 tegen 13 in plaats van 4 tegen 13. In plaats van 4 tegen. Ah, dus in plaats van 4 tegen 13. Ik moet de server gewoon opzoeken.
Hoe bedoel je? Nee, ja, je moet alleen maar ESP en dan zie je waarschijnlijk in één keer een wachtwoord ergens staan. Die moet je joinen in ieder geval. Ja, en tweede server. Ja, ik ben nog even opgevarten. Het is een password server wel, maar dan moet je wel de filter voor aanzetten, anders zie je hem niet. Oké. Show password. EU Comunidad España. Is dat hem? Ja, met wachtwoord, in ieder geval die. Ja, met wachtwoord 29 mensen? Ja. Ja. Utah Beach? Utah, oh yep. God. Right. Wachtwoord. DTF, VS, ESP. Zonder frustraties, zonder hoofdletters. Plakken in die search bar, toch? Nee, gewoon, je hoeft alleen maar ESP in te drukken, dan krijg je het. ESP, waar? Bij de filter. Oké, ik zit erin. En wij zijn Amerikaans of German? I have 6 at the moment. Kies German. En want straks switcht namelijk de site als gedoes. Wacht, ESP, ik kan het niet vinden. Ik zit nou in een helder dus. Hoe kan je hem vinden dan? In de netwerkbrowser heb je zo'n search filter. Naast show passworded. En daar kan je intikken een deel van het woord van de server. En dan vindt hij hem dan. Meestal. Oh, oké. Okay. Anders kun je misschien via Steam bij mensen joinen doen. Maar hoe heet de server? Oh, wacht, van ESP Spain opzoeken. Oh, ESP, zo. España 1, oké, ik join hem. Ja, is hij wel met wachtwoord? De nummer 2, wachtwoord als het is. Loading the map, het is Omaha Beach, toch? Utah Beach. Eww, what the fuck is dat? Bleh, ik raak iets aan, ik heb geen idee wat het is. Was het een dan heb ik de verkeerde gejoined. Godverdomme. Oké, dit is Ute Omaha dat ik nou join. Ja, die is de goede. Maar is het nou Omaha of Utah? Nee, het is Utah. Er staat rechtsbovenin staat Utah Beach. Oké, ja, nu ben ik dus deadass een verkeerde server aan het joinen. Wacht, Dodgy Bob zit toch niet in onze... Wacht, waar zit hij? Zeg makker. Oké, dit is wel jammer dat ik niet terug kan gaan naar het hoofdscherm als ik aan het laden ben. Inderdaad. Oh boy, nu moet ik helemaal. Kan ik hem niet gewoon opnieuw opnemen? Dat gaat waarschijnlijk nog wel een keer. Alright, thank you. Alright, that is good. Wait, Dodgy Bob. Oh, als ik nou snellere wifi had, waren we nu al gewoon klaar met het potje. Precies, prek, ja. Zo ver waren we. Oh my god. Wat zal, doet jouw voice chat het weer? Die complaint is fijn genoeg. Hij doet het gewoon weer. Ik snap ook niet waarom, volgens mij wordt het gewoon geserviewd met elke game. It's just nobody around. Well, cause you can guys hear me. Oké, leave server. Gelijk de server leaven. Yes. Shift B, report. Oké, ESP zeiden jullie. Pokey, hoor je mij door de game ook? En nu? Oké, Utah. Oké, nu join ik hem wel. Wat is de server password? Hello. DTF, VS, ESP. Wow. Zonder hoofdletters, zonder spaties. DTF? VS. ESP. DTF, ESP. DTFVSESP. Oké, wrong password. Het staat ook in de Discord. Misschien dat makkelijker is. Mooi. General chat. Bobo. Oké. Bobo boy. Oké, even kijken. Oké, ik heb hem. Laten we het opnieuw proberen. Oké, Utah Beach, join server, Ctrl V, confirm. Wat goed! Oké, ik join hem. Werkte Ctrl V, hè? Ja. Oh, dat is niet eens. Bij mij werkte het ook. Oké. Okay. Ik verwachtte dat het niet zo werkt, dus ik heb het al matig ingetikt. Oké, nu ben ik hem aan het joinen. Oh, dat duurt gelukkig. Join the German side, want straks kun je switchen bij teams. Oh boy, hier komt het.
Hier moesten, bedoel je dan niet juist dat Amerikaan moet joinen of wil je? Nee. Want we moeten Amerikanen zijn, want... Wacht, moet ik nou Duits spelen of Amerikaan? Duits, je bent nu Duits. Ja, ik ben nou Duits, ja, inderdaad. Waar is Sal? Yep. Sal zit daar. Ik ga bij Abel. Good day, people. Dat gaat nou, ik kom de server veranderen straks naar de VoIP-map en dan switcht hij automatisch de kanten. Ja. En dan zijn we dus Jim, aan de goede zijde. Jij hoort mij toch door de game, Jim? Ja, ik hoor jou. Ja, ik hoor je. Ik pak wel even deze mooie MG42. Nou, Poker, in ieder geval 26, hoor. Ja, het gaat netjes. Beter als 4. Ja, ik kan het zeggen. Dus... goed gedaan. Oké, waar is Sal? Sal, jij zit niet in de game. Ik zit in de squad van Poki. Ben ik nou gewoon... Ben je nou de squad uitgegaan waar je eerst in zat? Nee, ik zit al de hele tijd in dezelfde squad. Maar je zit nog niet op de map dan? Ik ben nu... bij WN7, een hele beetje net vooraan. Waarom ben je... Hold up. Nou, ik zit wel in een squad van Poki Metal. Oh, je bent daar. Ik zag je niet. Ja. Yeah. His eyesight is very limited. Waarom ben jij helemaal daar? Ik ben gewoon doodgeschoten. Ik weet niet door wie, ik weet niet door wat. Maar waarom ben je helemaal daar? Nou, nu niet meer. Oh. Dan ben je waarschijnlijk doodgeschoten door een Amerikaan, man. Ja, nou, ik zeg maar, ik was in een open veld en hij zat achter een muur. Ja, ik had in een open veld, dat is nummer 1 dat je dus niet moet doen in dit spel. Ja, oké, maar ik dacht, weet je, gewoon even inkomen, gewoon even rondlopen. Het enige wat ik nu aan het doen ben, is toch gewoon lopen, dus... ik heb een kill gemaakt met mijn streven op een beach. Met je wel? Ik heb gewoon een random streven neergegooid. Maar is iedereen op deze server Nederlands of niet? Nee, ik denk wel, maar de server niet. Precies. Nee, gelukkig zei ik deze server zo, maar dan. Oké. Wanneer gaat de game beginnen of is hij al begonnen? Dat is de warm-up. Gaat alles. Ja. Hij is nog niet begonnen, in ieder geval. Want we horen nog veel meer mensen te hebben, dus. Daarom. Do you have any supplies, good sir? Wacht, zijn er al recon squads open? Misschien dat er weer een paar bij Allies zitten. Mr. Sintrax, hallo. Hoe zien de mensen met supplies er ook weer uit? Wat voor een logo hebben die? Zo'n asje, volgens mij toch? Ik bedoel een kruisje. Nee, die hebben zo'n rondje. But I do have supplies, but I already dropped them everywhere. Nee, dat is gewoon supplies, denk ik, van... Alright, that's good. Ja, nee, ik heb geen supplies nodig voor me. You sound disappointing to see him. Kan iemand een recon squad voor mij openen? Hey, Syntax, you got an MP40 aiming at your head. Ik heb een beetje zin om daarmee te kloten. Hey, Syntax, you got a whole bunch of boxes of shit in front of you. Ja, maar ding is... Straks moeten we Amerikaanse kans spelen. Awesome, it's just like Christmas. Kan jij een recon squad maken? It'd be a shame if I shot your dick off. Sal. Hallo. Yeah. Syntax, what would you do? Nee, kan ik niet. Hoezo niet? Je moet dan alleen even... Ja, wacht even. Ik ben even met mensen praten. Sorry, I need to use the Discord before I can hear this chat. That did. Yep. So if you crawl on somebody, I just kind of shot up. You excited for the match? Kind of sad that we have to play the American side though, because... Okay, so I muted the in-game, so what's up? Not in-game, I mean Discord, lol. Oh, okay, how can you kill him? Agent, why are you blowing me up? Execution for your war crime! And your... What's it called? Traitorship! Whatever! Traitorship? Yeah, I was like, what was the fucking word? And yeah, never mind. I'll just call it traitorship. Hello, Syntax. Yo! Let's smoke some.
This is war, Syntax. This is war. I just got executed by a soldier. This is still the warm-up round, by the way, just so you guys know. Because we're still at 29 versus 37, so some people didn't show up, because they probably went out drinking or something. I know you're a top player and all, and like, you're a good commander, but please, can you talk less? It's very annoying. Maar waarom zijn jullie nou je eigen squad ge... Recon, dus hij forced mij om een recon team aan te maken. Ja, maar dat kan nu niet. Dat kan op het moment niet. Je moet nu zeg maar als één team spelen. Yo, ik heb jullie weer gewoon... We zijn het aan het wachten. Ja, dat klopt. Maar zeg maar, als het zo meteen begint, dan moet je wel als één team spelen. Ja. Och, is het een reenactment van realistisch? Zo van, wij hebben de beach al als Germans en hun vallen pas vanaf de beach aan ofzo? Of... Nee, we wisten het straks naar voren. Is het gewoon de match start gewoon en dan start hij en dat is net zoals een normale match? Ja? Yeah. Why are you shooting? Bro, ik ben met je aan het blote. Shit. Who you shooting at? Yo, bro, I'll shoot your fucking head off, mate. No, like, bro, I'll shoot you faster. Please don't do that. Oh, whoa, deze guy heeft een Luger. Luger 9mm. Ja. Dit is een Luger, mijn vriend. Oh. Mijn vriend. Dat is zeer groemsig. Zo jammer is dat wapens in Nederland verboden zijn, anders had ik echt een hele collectie gehad aan Tweede Wereldoorlog. Ja, gewoon. Dat ja. Kun je. Dat kun je. Ze zijn niet verboden. Ja, maar dat je ermee echt mee kan schieten. Dat mag niet. Die heb je ook nog steeds, maar alleen met licentie. Ja, maar dan, moet je toch bij zo'n schietclub zitten of zo en dan allemaal. In Arnhem is een schietclub, dat is best. Oh, maar dan moet ik hem naar Arnhem toe. Dus er zijn heel veel over Nederland hoor, dat zou je nog verbazen. Ja, mensen houden van pew pew. Yep. Yep. Het is alleen vaak moet je dat wapen opslaan bij de schietclub. Ja, precies, en dan heb je hem niet. Ja, maar ja, ik snap het eigenlijk wel. Oké, Amsterdam die is eruit gegaan. Lekker op het laatste moment. Laatst werd er in Arnhem iemand neergeschoten. Oh, het server, Poki? Nee, dat niet. Maar zeg maar, uit het event, want hij reageert gewoon niet op wat ik vroeg. Oké. Dus dat is kut. Ja, het is lastig hoor, alle mensen bij elkaar kunnen krijgen. Ja, klopt. Is te ver. Ik kan Sal gewoon zien rennen zo. Pom, 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 bram, pom, pom. Oh, kut. Is het niet sauber? Nee. God. Nee, dat is niet. Dat zegt hij, mijn god. Chill. Yo, ik schiet toch ook op jou, Pipo? Ja, want dat doe je toch wel? Ik raak jou niet. Ja, maar dat is omdat je gewoon slecht bent. Ik vraag aan de server, waar blijven je jongens? Die hebben gecanceld. Wie? Nee. Hoe durven ze? Ja, maar dat is kut. Want op het laatste van het laatste moment. Ja, dat is nasty. Nou, oké, dan moet ik het even doorgeven. Jongens, ze hebben heel 5 nu. Ja, ik wil zeggen, geef ze gewoon de optie van, we kunnen of niks team doen, of jullie moeten een paar mensen wegsturen, of een andere keer. Okay. Deze gaan wij gebruiken. Als ze zoiets hebben van, dan doen we wel een andere keer, dan doen we een andere keer dan. Want, volgens mij is het op Drowned Field of zo. Waar was de keer? Ja. Oh man, ik ga gewoon naar dat is niet nee, maar nu gaan ze waarschijnlijk naar WN7. Maar als wij het niet erg vinden om met minder mensen te spelen, Poki. Als wij het niet erg vinden om met minder te spelen, dan kunnen we gewoon 30 tegen 47 doen.
Dus ja, dan geven we ze in ieder geval een match. Ik zou dat goed vinden, want dan deden we gewoon. Ik kan hier echt helemaal niks aan doen. Wat is er nou aan de hand dan? Ja, een server heeft op het laatste moment zich daaruit getrokken, zeg maar. Ik vroeg het dus net waar ze bleven, want ik miste alleen hun. Want dan was het compleet. En ze trekken zich op het laatste moment uit. Oh. Omdat het allemaal gecanceld is voor hun. Ja. Dat is niet goed. Waarom heeft de sniper geen verrekijker? Dat vinden we zo raar. Omdat hij een spotter heeft. I know, maar nog steeds. Ja, nee, ik snap het. Nee, ik gebruik gewoon altijd mijn scope daarvoor. Kan ook. Ja, precies. Alleen normaal om dat ding de hele tijd op en neer en op en neer te doen, is dat zo kut. Alright, just to let you guys know, we're talking to the opposing team at the moment for the user count discrepancy. And we'll come right back with you with what we're gonna do about that. Yeah, no, it's intact. Just kill some teammates. Don't worry. How about that. You don't? Not very big brain. Ik ben blij dat we dat hebben gemaakt. Want eerst zag het er zo lelijk uit. Had je gewoon net zoals fucking Minecraft sniper. Wow. Heel zwart scherm met een rondje. Ja, ze hebben het wel nice gemaakt. Ja, dus dat is super chill. Hi, Jim. I'm going to join the... Jim, follow me. Get up this building. You can get the big peaks from here. Ja, dat is leuk en alles, maar er is helemaal niemand hier. En je bent zo tamto makkelijk spotbaar. Dus 1, 2, nou nee. Iedereen ziet je zo. I know, alleen. Ik zie ook iedereen. Dat is waar het om gaat. Right. En je kan ook echt iedereen vermoorden vanaf daar. Nee, ik vermoord op een gegeven moment vanaf hier. Ik spot ze. Ik ben een spotter. En dan ging die dood en dan had ik geen spotter meer. Even in de chat. En dan wil je gewoon een M1 Grand afgaan ergens en dan... Even in de chat verschal. Wat zijn die ST-mines? Wat zijn dat? ST-mines waar? S-mines. Nou, ik heb hem al neergezet, dus ik ga weer rennen, maar... Oh, dat is gewoon een mijn. Dat zijn, als je, dat is voor on enemy, dat is gewoon een soort van booby trap. Alright, een soort van capcan trap, basically, alleen al. Ja, precies. Ja, hookworm, man. Als je er langs loopt, ben je dood. Of erop of zo, weet je. Ik ga hier een dingetje neerzetten. Oké, ga je daar een dingetje neerzetten? Zet ja, het gewoon kan... in deze wietveld hier, hoor. Nee, ik zet hem gewoon in het huis. Als dat kan. Oh, ik hoor heel veel... Oh, hij is dood. Ze hebben hem doodgemaakt. Oké, wacht. Ik ga in deze huis hier zitten. Oela. Er komen een paar van hun, of niet, Poki? Ja, die komen. Kijk, daar kunnen we op spawnen en die merken ze nog. Volgens mij hadden zij niet verwacht dat er een snipertje hier zou zijn. Ik bedoel, als je hier naar binnen kijkt, dat merk je gewoon niet. Nice. Okay. Alright, I'm back. I was taking a piss. That's pretty cool. Hij nam een piss. Dus, we kunnen gewoon Nederlands hier. Dus, what's up, Poki? Al doorgepraat of niet? Ja. Oh, hij is dood. Was het rust staat? Jammer dan. Oké, jij blijft vanaf daar gewoon snipen. Poki? Ja, jij moet je spotten. Oké, daar zijn mensen. Die boomlijn, 110. Oké, let me see. Enemy soldier! Spotten hem. Ik kan hem hij niet staat zien, stil, man. Hij staat. Ik kan hem zien. Is dat een raak? Nee. Anders had je hem wel doodgemaakt. Is het echt op een hele hij ligt nu plek. Daar op de grond, gewoon. Oké, ik kom even naar jou toe, want hier zitten te veel bomen. Schiet op mijn marker, wel. Ja, hold on a second, man. Let me get into a good position. Oh my god, ik denk die iemand vanaf hier. Hello. Wow. Yo. Alright, Syntax, kun je even zeggen dat het over 15 minuten begint? Sure. Maar dus we hebben... zijn er alright, we're wel. Starting over 5 minutes, guys. It will change to 4 as far as I know, and then we'll be on the American side. No worries. America! Oké. En wie gaat commander, wie gaat squad leader? Want ik zou best kennen. Ik ben zelf de squad leader en Syntax is de commander. Maar dus mag geen sniper squad zijn. Nee. Nee, want is die al getekend dan? Nee, die samen spelen. Ja.
Is die niet hebben ze scheppers gewoon verbannen ofzo? Nee, je speelt zeg maar, hoe heet het, als je dat wil doen, dan moet je dat aangeven. Ja, die guy is dood. Ik heb hem doodgemaakt. En dan... Heb ik hem dood? Anders kan dat. Maar nu, als het niet is aangegeven, dan speel je dus als squad, zeg maar. Ja? Dit is al eerder gebeurd. Ja, daar is het nog niet. Oh, Jim, hier weer mensen. Weer mensen met die kutboom. Ik kan niemand zien. Nou, ik wel. Ik weet niet waarom die... ook een boom. Kijk, ze schieten nu terug. Ja, ik zie helemaal niemand. Ping ze. Ja, en misschien achter die boomlaan of zo, maar... Luister, Matty, ik heb geen flauw idee waar je over praat, man. Wauw. Ik push nu wat dichterbij. Oké, sorry. Zeg makker, ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Als je doodgaat, hè, weet je zielig dat zo zijn van mij. Oh, hallo. Help me nog. De spooken, wat doen we? 36 tegen 43 of hoe is het? Ja, ze zouden een paar joy. Is die dood? Dat weet ik niet. Waarom leeft hij nog? Wie ben je aan het schieten? 2. Oh, oké. Dus dat werkt. Ja, daar, ik zag er helemaal niemand wegrennen, maar hij is he's gone now, bro. Oh, laat maar. Oh, sniper, daar boven. Dat is geen sniper, dat is een MG. Oh, gewoon iemand. Oké, ik schoot ietsjes te laag. Bro, dat is 150 meter. Dat is toch wel gewoon voor waar. Dat is al. Maar binnen ammo wasting can't go much farther than that, nee. Ik kan echt niet schieten. Oké, ik moet ietsjes hoger schieten dan bij. Oké, daar is het bij. Oh ja, die is dood. Jammer dan. Get shit on! Oh, ik heb al 2 kills voor mij. Ja, ik ook. Die ene guy, ik denkte hem door de bushes heen. Op gewoon echt 100 meter met een MP40. Dat is oh, daar zit ook iemand. Daar zit ook iemand. Ja, sniper dan. Ja, oké, okay, wacht even. Knal hem dan dood. Wat? Hoe leeft hij nog? Geer, first of all, een van die dingen. Don't get yourself kicked from the server because of team fights, guys. That would be unfortunate. No guarantees in tanks. Hoe hoog moet je wel niet schieten? Niet hoog, je maar een paar centimeter door. Ja, echt gewoon echt altijd maar een echt 2 centimeter of zo. Ja, ligt aan welke hoe groot jouw scherm is, man. Oh, hij is dood. Nice. Ik push wat dichterbij. Ik heb wel één zo'n ding neergezet heel dichtbij, dus. Oké, dus ik moest veel hoog schieten dan. Will deze wapens zijn wak, man. Oh, je kan echt één zo'n ding maken onder. Ik ben een bushcamper. Hoe bedoel je deze wapens? Dat ding is letterlijk een one-shot. Sal is offended omdat hij dat. Nee, maar eerlijk, dat ding is gewoon one-shot overal op de body, behalve van. Ja, leuk, maar ik bedoel zwak van in term van hoe ver ze kunnen schieten. Ja, oké, okay, maar dat. En Sal, bijna bij elk wapen is het een one-shot hit kill, want het is realistisch namelijk. Niet bij elk wapen. Sal, als je door in het echte leven wordt geschoten met een kogel, ben je redelijk dood. Zo is het ook in dit spel. Wow! Hey, wie is er zit op de artillerie bij ons? Want ze zijn ons een beetje aan het raken hier, hoor. Die wankers. Bunker daar, dit huis. Volgende mensen gaan. Waar? Zie dat huis daar? Oké, als je mij eventjes laat snipen, dan. Ik probeer zo'n horloge ding hier niet te zetten, maar voor de test. Hold on. Dan. Ik kan daar niemand zien. Dat is raar. Het hoort wel. Ik zie alleen iets van een. Ja, misschien zie je daar geen mensen, maar er zijn gewoon wel. Ramen of. Oh. Ja, here we go. Begint het nu? Ja, het begint. Het begint. Oké, dit is geen recon squad. Hell ja. Oké, ja, dan ga ik wel. Ik ben even aan het nadenken wie ik wil spelen dan. Ik ben Amerikaans, dus. Maar dus het is gewoon een normaal potje dan? Of is het, moeten we ook Amerikaans gaan praten? Je hoeft niet Amerikaans te praten. Je zit in een Nederlandse squad, dus je kan gewoon Nederlands praten, zeg maar, tegen ons. Maar... Alleen ik moet af en toe Engels praten omdat ik commander ben en dan zit op dezelfde knop. Ja. Nee, er zijn heel veel mensen van de Tour 5. Ja, dat klopt. We spelen ook tegen de Spaanse. Mogen we spelen tegen Spaanse? Ja.
Oh shit! Alright guys. Good luck. Fun. Nee, ik moet nog inladen. Laden mensen. Sorry, wij krijgen binnenkort nieuwe wifi, want mijn vader had dus de wifi-bedrijf opgebeld. Ik ben Fox Squad. Mijn wifi is echt koude skeur, dus hun kijken welke wifi we hebben. En zo passen de wifi's van 1000 jaar aan. Baker Squad will be dedicated defense all game. Oh, ik zit op jou te wachten, Jim. Ja, ik zat net te vertellen, mijn wifi is een beetje lang. Jim, wil jij die tankers voor dan? Als het die niet de garrison at the highway? Or? Oh. Yes, please. Negative, we'll set one up. Yeah, I'm gonna bring one. You don't need to drop supplies. I have a supply with me. If we can, at least 3 garrisons around highway, so that if one or two get blocked, we still have a place to spawn. And flanking garrison around the position where I'm marking would be nice as well. Yeah, no, dude, it. I can get that one for you. If you need supplies somewhere, just ask, I'll drop them there. So, have you ever op Foy gespeeld? No, it was supply. Yeah, I covered one supply at the highway. Niet even rond, denk ik. Was that? Not sure. I'm still loading. It's taking off a lot of time. It's taking a little bit, you know. Yeah, that's. Oh yeah, we zitten erin. Ik zit in een scherm. Ik kan een kerk zien. Een ik kan een half track zien die een beetje afbrandt. Een hele mooie achtergrond, maar er gebeurt niet veel. Commander, waar wil je supplies hebben? Even kijken. Mag ik een game in? Oké, dat is een beetje gek. Ik heb het idee dat C, B en E gaan zorgen voor die Ender. Ik zit vast in het scherm. Mag gewoon even. Even, anders join je gewoon opnieuw. Het is geen probleem, man. Daar kun je ook niks aan doen. Gaan we al beginnen met Garrison's praten of niet? Ja. Wat wil je supplies hebben dan? Ook dacht dat je tegen Syntax had eerst. Die bedoelde ik ook maar. Oké, lijkt me wel heel chill als je deze bug eens een keer gaat fixen. Dat je als je een server joint dat je een beetje vast staat. Enemy supplies near my garrison. Enemy garrison mark. Voor de zekerheid eerst. Heb je mark? Wacht even. Roger. Ik kan mij gewoon achteraan lopen. Maybe they go to room notes. Denk die hier. Ja. Wat is dat? Waar wat een ding neerzetten? Of? Niks, ja, ik ga nu een. Dan moet ik zeker weer kijken of ik überhaupt de Amerikaanse kant kan joinen. Oh boy, oké. Ik ben hem opnieuw aan het joinen nou. Wat een gezeikel. Wat een gezeikel. Zet hem even goed tegen het muurtje aan en zo. Ja. Ja, lukt het. Nice. Let's go. Oeh, fucking eten. Oké, ik zit er weer in. Dit ging ietsje sneller. Je ziet hetzelfde scherm, alleen dan de camera gaat ietsjes naar achter. Ik hoor mensen... Wow. Oh, ja hoor. Oké, jullie zitten in Charlie, zeiden jullie. Ja, spawn op de garrison. Fox, nee, Fox. Fox, alright. Fox, ik vraag om hem te joinen. Wie is die random squad nou? Ik zit nou in Fox. Ach, wie is het liefste? Ik. Alright, I'm gonna go on artillery and provide you guys with some smoke. And regular artillery, of course, but make sure you mark your enemies. Oeh, wat ben ik blij weer om die M1 Grand vast te houden. If you see some running around somewhere, just mark them so that the rest knows. Ja, de M1 Carbine is niet zo heel slecht. Moet ik even snel een OP voor je neerzetten, dat je snel kan joinen, of wat wil je? Hij is al gespawned achter. Ik ben best wel vlak achter jullie. Oké. Okay. Sprinten we hem gewoon door naar South Edgar? Ja, ik wil kijken of ik een beetje van de rechterkant kan flanken, dan... Waar hun nu schieten zometeen... Oh, wacht.
Ik zal hier een enemy garrison in mijn mark. Oh wacht, er is net een... Hey, daar zijn Duitse supplies. I'm gonna build one more garrison and then I'm gonna commit more to the battle. Waar ik nu een ping heb neergezet, daar komen Duitsers vandaan. Cool. If you guys could meanwhile tell your engineers to start building those as well. Yep, affirmative on the nodes, as soon as I finish building, we'll get on it. Awesome. Enemy garrison down. Dat is logisch. Ja, ik dacht al, iemand praat heel serieus hier. Dus ik was van, hè? Oké, pas op. Voor ons is de, zijn de spotter en sniper zijn doodgeschoten. Oh, kut. Enemy infantry, one squad in the last enemy garrison. Ja, in map, no, in the map. Mokkers, ik ben er. Good day, gentlemen. Looks like we're hunting some Germans today. In it, hunt. Alright. Well, I'll be damned. I can't see no Germans from here. Ik ga in die, Come on, enemy tank, come on, ping. Enemy tank going down the road, entering F6. Destroyed that garrison with RT. Oh boy. Boy. Oh man, so okay, for you. Hold on. Oh, ben ik blij dat ik nog weer heb gezet. What's that in? Oh, right in front of us, right in front of us. Grenade! Iedereen is Nederlands. Netjes. Daar ook, jongens. Firing some grunts. Oh man. Wacht, mag je wel armor? Enemy light tank on Baker's tank mark. And never mind, he's down. Ja, heb je een outpost achter neergezet bij die... Ja. Ceasing smoke rounds. Switching to RT inside their point. Oh, wat goed. Well, slightly behind it. Even kijken, ik denk dat ze dan op het treinspoor zitten. Oh, daar zit een hele loods erachter. Ja, oh, daar zijn ze. Waarschijnlijk zitten ze in dat loodscomplex, ja, want het is... Dat is van... Pas op, ja. Ze komen er nu weer aan. Jo. Maar meer van de fucking rond de noord. Aan de, ja, aan de rechterkant in ieder geval van die balen. Ik heb niet kunnen kijken naar de. Met de... Ja, daar, joh. Is iemand daar op mijn ping? Ik besef dat ik maar iets van 4 clips mee heb. Dus je moet wel oppassen met hoeveel mensen voor je vermoord. Ja, I know. Ze zitten achter die muur daar. Misschien kan iemand daar artillerie oproepen. De bekermaker? Kut van de linkerkant. Rond 20. 20? Woep. Een hele... Oh, ja, ja, we request smoke on that tank. On my mark. Ja, maar die defense position die we daar hebben, dat die high is helemaal niet goed gewoon. Nee, dat klopt. Achter een cirkel schuilen is gewoon het... Ja, dat zou heel goed zijn, alleen... ik ga dan wel naar achter, want A-squad die... Recon squad is... We houden hem wel bezig dan. Ja, A-squad is er bijna. En blijven niet deployen, ja, ze krijgen... Firing smoke. We zitten daar. Right, Syntax, do you want Doc to play defense? Yes, please. Yeah, no worries. Hier ook, jongens, op mijn ping. Baker and Delta, I guess.
Oh, dog, whatever. Ze hebben daarachter een garrison neergezet. Yeah. Ze hebben achter die. They're behind highway, die tip code, one of of the garrisons down below. Volgens mij een garrison, want ik zie zo'n ding best wel hoog uitsteken. Oké, okay, heeft iemand smokes? Want we moeten er best wel snel naartoe. Squad lead, we got major contact from the rear of the middle Gary. We are completely surrounded. We moeten ze snel mogelijk kapot maken. Die ging een beetje ver. Stop, we hebben dazzards ook. Yep. Hey, waarom ga ik ook gewoon altijd als eerste dood? Oké, okay, kan iemand een fire aangeven? We mikken op die muurtjes en op die hooibalen. Ja, Aalquad is daar nu ook bijna. Geen kans. Gewoon no chance. No, wat? Oké, wacht, we moeten even een iets van een garrison mark eigenlijk. We request smoke on my mark. F5. Roger. Ja. Iemand loopt naar de OP. Kap hem, hij is dood. Ik revive deze guy wel. Deze guy, ja. Thanks. There are people on highway, they are gonna take one of the garrisons down. Southeast of it. Nog steeds. Ja, we moeten naar dat ding toe op mijn mark. Ja, ja, nu is die weg. Shit. Ik span in 3 seconden. Netjes, goed werk. Goed beschoten. Oh. Heb ik geraakt? We need to smoke further. Too late. Yeah, it takes 20 seconds to get down there. Ja, maar ik heb al 6 smokes erin gegooid, dus ja, we hebben... Ja, dood. Dood, hij is daarachter, is hij dood? Ja, er zit nog één. Ja, ze hebben daar een oude staan. Iemand komt er nu aan lopen. Recon flying over highway, and I'll throw the bombing run over Southern Edge. Unless you guys need a bombing run somewhere else. Oh, die guy heb ik super long range gedaan. Oké, lopen, want waarschijnlijk zit er een ding achter. Een outpost. Ja, dat. Okay, blijf gespreid, blijf. Is it maybe possible to do a nair hit on a later moment? Kijk uit voor. Yep. Oh shit, links. Je zit aan de vuur. Achter dat huis. Linkkant. Sorry, Syntax, I am sending my squad Fuck. To attack maar de outpost point, is weg. Try and take some pressure off highway. Oh, what am I? Roger. Was die OP weg daar? Ik heb de OP weggekregen. Oké, dan. Hij zit er nog steeds achter. Hij staat nu los. Zo, je kan hem zien als het goed is. Zie hem niet door de smoke. Als we hem pakken, dan kunnen we het pushen. En ik denk aan mijn maat, Tiger. Het is er één, maar kijk uit. En daarna de Tiger is coming. On my leg, de infantry. Lichaam, zeg maar. Kijk uit, maar hij zit om de hoek. Ja, ja mate. Ik was al aan het rennen met mijn gun, dan kun je niet zomaar. Poep. Had ik niet moeten doen. Ik dacht dat hij aan jouw kant zit, maar... Ja, dan hij was net naar de andere kant gegaan, want daar hoorde je eigenlijk. Maar... Ja, ik gebruik nauwelijks geluid in dit spel. Sommige mensen hebben een voetstap geluid zo hoog staan. Dat is gewoon... Dat helemaal van geluid wordt, terwijl jij ziet, speelt echt helemaal. Ja, ben ik echt gewoon maar hier. Ja, ik hoor nauwelijks wat. En ja, maar dat is wel logisch als er duizenden ontploffingen onder. Ja, precies. En als ik ga, weet je, als er iemand in mijn gebouw zit, dan ja, jammer. Oké, ik hoor die grapje nog steeds schieten. Hij is nog niet dood, hè? Lots of enemy infantry on Baker's infantry mark. Nee, is die van plek veranderd? Nee, volgens mij niet. Nee? Maar hij kon de commander ook zijn, hè? Dus oké, nee, hij is geen commander. Nee, de hij is ook geen officer. Yo, hij zit er nog. Ik. Oh, inderdaad. Hij overleeft. Maar waar zit hij dan? Oh, de schelde. Ik zie yo, hij is dood.
Nice, netjes. Oké, dope pushen. Ja, dope pushen. Right, boy. De rest van hun groep en de officer moet nu ook hier zijn. Ah, wordt beschoten. Nou, ja, waar. Oh, wacht. Kijk uit voor het huis links dan, volgens mij. Shit, dat wordt hier raar. Wel links of niet? Ja, welke gaan? Ja, blijf even liggen, want anders ben je dood. Niet doen. Ik heb hem. Dus ik heb er één. Oh shit, er is nog. Ah. Zuidwesten. Ik zag hem even. Hij lijkt op een bosje. Ja, Duitsers lijken veel bosjes, ja. Zit iemand bij ons OP? Die gaat nu weg, denk ik. Ja, ik denk OP weg. Yep. Bizar. Oh, man. Oké, moet ik nog... Jullie staan er af. Wacht. Als jij een nieuwe... Er zit een nieuwe garrison in een FC. Ja, tenzij jij nou een nieuwe... Nee, wacht. Dat moet heel snel. Ja, met de rebuild those guys, that's man. Want als we kunnen door... We don't have any garrison left on a 9... Spawn no, 18 seconden. Pas op voor je. Kijk uit, oh ze... Als we naar Agent, als we naar die hangar kunnen doorpushen. Dat is wel heel mooi. Maar is het wel handig om over dat veld te gaan pushen? Ja, nee. Ik zou eerder bij dat treinspoor gaan, rechts. Ja, als je aan de ene kant van het treinspoor komt, dan... I threw up an arrow because it's the last moment that it's possible. Ja, ik wou in ieder geval dat iedereen hier is, in plaats van dat we allemaal weer van achter we zitten. We need more guys on defense though, I think, so preferably only two of these squads spawn there. And new Gary are gonna be up at highway. Dat is ons object. Ja, oké, ik push ook door. Ik heb als ik inzoom FPS op, heeft iemand dat ook? Ja, dat gebeurt bij veel mensen. De game is nog niet super, maar daar kunnen zij niks aan doen. Echt dus gewoon normaal rondkijken, echt gewoon sowieso 60. Ik heb daar geen last van op dit moment, maar dat had ik eerst wel, en toen was het ineens te raar. Maar weet niet. Ik denk altijd gewoon van, mijn computer heeft goede dagen en slechte dagen, man. Soms kan hij dat echt dagen, gewoon slechte super dagen. Mooi aan, en soms is het echt gewoon een hel. Maar dat is dan meestal als ik op Carantan heb gespeeld ofzo. Ja, maar die map is ook niet stabiel. Nee. Maar Carantan is eigenlijk. Die is inderdaad niet stabiel. Nee, ik vind Carantan wel een leuke map. Alleen het probleem is, ze hebben nog nooit echt zo'n stadmap gemaakt met zoveel van die dingen die ze moeten renderen dan. En ja. Dus dat is nog. Ook we zijn hier trouwens. Is dit misschien de goede plek om een nieuwe OP neer te zetten? Ergens. Dit is. Dit zou ergens. En 30 highway wordt gepakt. Ja. Yep. Is nu gepakt, volgens mij. Het lijkt erop dat mensen daar worden afgeslacht. Terugtrekken op die garrison daar? Ja, lijkt me wel het beste. Yeah. Redeploy dus? Redeploy. Naar boy Jax gaan. Ja, redeploy. Ja. Oh, yep. Heb je hier eerst een OP neergezet? Nee, dat is niet nodig. Hebben we überhaupt wat tanks? Ja, hebben we tanks? Dat zal mij geen probleem maken, zijn we met de tank gaan en zo zijn we ergens. Dat hebben we niet. Wij hebben geen persoonlijk. Oh shit, ze zitten allemaal ook gewoon in. C7. Fire on my mark. Zullen we gelijk. Lots of enemy there. Als eigenlijk hebben we artillerie daarop nodig. Hebben we artillerie mensen? Ja, dus, ik kan het. Ja, Syntax staat hij, dus dat is. Yep. Dus dat gebeurt er. Ik ben er op aan het schieten. Netjes. Maar. We zouden geen tanks doen op dit moment. Moet je artillerie mark nog hebben? Volgens mij wordt er ook een bom op de rot als je dat kan zien. Waarop? Ja, op en 30 highway. Ja, ik kom er zo aan. Ik ben ongeveer op de homebase gespand, maar dat duurt niet lang. Helm is leiding. De homebase staat bijna op het midden van de map.
panic en dan ben je helemaal naar. Ik heb het woord. We hebben nog een uur, dus ik denk. Oh, wij zijn. Ze hebben een kijk, wij niet, dat is oneerlijk. Maar we hebben één. Ja, we hebben één. Maar dat is, hij gaat alleen. Hoeveel rondes hiervan spelen we gewoon één of twee? Hey. Dit is geen seasonal. Nee, maar ik bedoel dat we hierna gelijk nog eentje doen. Nee. Nee, het is gewoon één ronde. Garrison at C6 destroyed. Hebben hier alle anti-tank weapons. Oké, dus wat is het plan dat we nou hebben? Get is dan up. Hoe laat je ook? Right, Syntax, myself and the rest of the squad are gonna try and take the scenic route Syntax, around from the back on highway. Ja, jongen, die ping is 1000 meter weg. We zullen de Grand eigenlijk 3 kilometer kon schieten, zeiden ze. How's things going at our last cap? This guy. Syntax. Ja. Wat lijkt jou het handigst om te doen? Maar iemand raken op 3 kilometer? Ja, dat is wel op het moment. Kom jou versterken. Waarom heb ligt eraan met hoeveel kracht ze aankomen zetten bij de grens. Dat we misschien een tank hier krijgen. En. Deze foxhole zit hier, of ja, foxhole. If we could keep half of our team defending. And the other half, daar. Try to move around and flank. Ja, overal, mijn god. That might work. It's a risky move, but at this point, we're at the last point anyway. Oh shit, boys. Oh shit, let's defend this point then. These Spaniards do not fuck around. Yeah, that's true. They're worthy opponents. That's why I always like playing on the server. Enemy tank on my mark. Right, we've just taken down a enemy garrison. Oh. Pas op. Op mijn ping. The tank river is close to highway and there are enemies gonna be close by. Zullen we ze aanduwen of what is that tank, we hebben kunnen ze zo makkelijk houden, dus dan doen we dat gewoon. Is goed. Denk ik. Ja, ik heb niet echt van. Oh, ik zie de achterkant. Ik weet niet wat een hele plan was met dat die boven. Ja, dat ik heb net 2 MG's eruit gehaald. Goed zo. En nu ben ik dood. Femi, tank, be careful, there are enemies all around you. There's an AT tank to go. Ja, je loopt wel een stuk of 5. Kijk uit. Waar? Zuidwesten. Guys, watch out. Get it on up. Southwest, everybody. Er lopen echt heel veel. Southwest, everyone. Southwest. Waar staat een resupply crate? Recht tegenover ons. Waar? Ping even, dan zie ik het gelijk. Ze lopen hier allemaal. Zo'n stuk of 5. Als er niet meer zijn. Oh, dood voor een kop. We horen andere mensen om het heen ook. Het geluid in die headshot is wat. Nee. Oh, dat is zo. Hierachter. Recon planes flying over. They're coming through the forest. Wow. Oh nee, forest. Waar?
Get behind the snow mountain. Er is iets met mijn benen aan de hand. Dat is echt they are probably have a garrison right here. Ja, hun weten gewoon precies waar die line is, weet je wel. Hun blijven gewoon daarop schieten. Oh shit, oké, dat is een friendly tank. Ik zat op te kijken. Ja, ik dacht ook al. Woe! Alright, command, our push on the right isn't going so well. We are meeting heavy resistance. Okay, can you have another... Roger. And then if there's no way around, the only way is go straight through. Rifleman here, so... Oh my god, that was heel laag. We still have an hour to go though, so we have all the time of the world to get over there. Oh shit, zo, we worden hevig beschoten. Ze kunnen ons heel goed zien, maar... We do however will need some new nodes, because they took them all down. Oh man. Oké, gewoon naar jullie toe. Gewoon die nodes is ook gewoon een heel deel van het spel. Stand by, my guy's on it right now. Wat doen nodes? Yeah, I'm gonna try to push with the tank on the left side. I'll throw a bombing run up at ahead of you guys. Loop up move up after that. Suppressing that for friendly tank die daarna aan het rijden is of niet? Nee, we gaan niet, hè? Of wel? Nee, dat is oké, enemy tanker, stop it on my mark. Op mijn ping. Ja, dat is een enemy tank, ja, maar die wordt nu gebelagerd. Nee, volgens mij is dat een poppies, nee. Nee, hij draait. Bombing run is coming in now. Tank, you have two squads with you. We gotta move up with you. Ja, die bombing run was wel goed hoor, dan kunnen we pushen denk ik. Nee, ga mijn spel nou serieus crashen. Nee, laat hem dat even niet doen. Zeg even. Hij loopt in het vast. Zeg even, doe eens niet tegen je computer. Ja, die tank leeft nog steeds hoor, ik zal hem even weer pingen, maar... Oké, bombing run is pas guys. Oké, ik weet je wat, ik ga hem gewoon af als een madman. Leroy Gang. Heeft de medic gewoon infinite bandages? Nee. Ik ben een gek. Ik ren over deze veld. Nou, ze weten waar we zitten, ze weten waar we zijn. Ik moet echt de ammo hebben, want ik heb gewoon geen ammo meer. Enemy OP on my mark. Ik ben still alive on my mark. Deze tank mag mijn pik zuigen. We are also dismantling another enemy, Gary. Okay. You're on the roll. Our tank, onze tank is kapot. Dus. Nee, ik heb net geen ammo meer. Oh, deze. Weet je, fuck you. Wat ik ga doen, ik ga gewoon een hele mooie entertain. Shit. Nee! Oh nee, ik ben super. Oh, ik had een squad voor me en op dat moment. Ik heb heel erg hard supplies nodig. Hoe had ik die tank? Ik zet een ammunition crate. If two squads can try to move up via the C line close to the border of the map, you'll have a little bit of cover next to that street and be able to shoot down over the field. Enemy tanker is still alive. Tank in ieder geval wel bezig. If you get people right in front of you and you just keep dying, then forget about it. Command, can... we need a bombing run or a strafing run. I'm on dood, man. Ik ren gewoon opnieuw die tank af. On dog ping. Roger. Dat is de effectieve manier om al die tanks gewoon naar de tanks te rennen. Die tanks zie je al 19 minuten. I can only do you some RT at the moment. Ja, precies. Oh, de garrison. Yeah, RT will be just as good. Thank you. Ja, garrison op A9 is weg. Je noemt maar niet weg. Nee. Ga die tanker pakken. Kan iemand die tanker pingen? Can you place a new marker for the tank? Or is he still in Delta 8? Nee, wel oog op heel veel friendly enemies op de tank niet. Laat maar, dat zijn twee deuren.
Ik ga lachen als we gewoon de hele tijd één punt bewaken. Ja, als we de hele tijd job gaan bewaken. Oh, ik zie hem. Ben vermoorden? Artificial is coming in there. Oké, op mijn OP, zeg maar, daar komen ze nu van dat ik kan. Oké, ik zie de tank. Ik ben gek in mijn hoofd, maar ik ga er proberen naartoe te rennen. Wacht, ik ga met een total of 5 artificials will come in there. Copy that. Lietse, liep jij aan de linkerkant? Ik heb mijn smokes ingeruid van normale. Wat zei je? Liep jij nou net aan de linkerkant toen je dood werd geschoten? Oh fuck. Nee, want ik ben al leven. Oh fuck. Oh. Shit. Nou, idee, man. Hij draaide vol naar mij toe. Dat op mijn OP komen nu heel veel mensen bij die er even op afkomen. Oh, man. Door het veld, of niet? Nee, ja, op het open veld, ja. Maar ik sta niet op een open veld, zeg maar. Hij staat net achter de boom en achter een weg, dus... Oké. Die tank, die is echt... My tank, do something about that tiger. Maar ik moet zeggen, we houden het wel eigenlijk op zich netjes, want we hebben 20 man minder. Waar 20? Ja, 20, omdat die squad eruit stapte. We hebben ongeveer 6 man erbij gekregen van de anderen. Dus... Ja. Maar ja, wij hebben 42 hè, en hun 43. Echt? Ja, man. Dat klopt ergens niet. Ja, ja. Gewoon, dan hebben ze het netjes gedaan, maar ik kom... Right, command your RT strike did scare the majority of them away. Blijf hem pingen. Hij komt dichterbij, hij komt naar RT, kom. Of dat wachtwoord is eraf gehaald. Wat? Hij draait zijn turret nog. Oké, okay, Sal, blijf laag. Of jij moet broeien, het wachtwoord is eraf gehaald. Nou, omdat wij nu ineens 41 man hebben en zijn 43. Hey Jim, kom naar mij. Jij moet hem afleiden juist. Okay. Jij moet een beetje voor die tank rennen, zodat hij zorgt dat hij op jou gaat. Don't worry about it. Als het eraf is, maakt het ook niet uit. We hebben toch een mooie game. Dood. Ik weet niet waarvan, ik weet niet waar, maar ik dood. Nee, ik heb me laag. Het is even infantry die tank komt. Oh mijn god, hoe maak ik dit ook zo laag? Komt een machine gun. Welke rol is voor mij nu het best om te spelen op dit moment? Like, wat is handig? Oh, we hebben geen machine gun in onze squad. Nou, nice. Dat is gewoon easy kills. Tank crew, can I have your support on dog attack marker, please? Oké, okay, ik ben leeg. Tank's gone, friend. He's gone. Alright, with this resource income, I'm gonna join you guys at the front line. Never mind on that, he's turning back. Ja, ik weet niet wat die andere gast doet, maar ik peer hem hoor. Wie? Ik heb trouwens weer ammo nodig. Oh ja, respawn. Ja, we are now facing a major camp. I got the right flank. Ik heb 3 keer van fucking squad. Respawn. Rem. Shit. Oh, hij bent veel te hoog. Oké, dat is mooi, want dan kan ik daar natuurlijk aan hem moeten schieten. Command, is there any chance of having all squads try and do a major push towards the point now we've got the majority of their forces going straight on the right? Stop die raketten maar lekker in, ja. Goed zo, oké. Possibly. Foxtrot Charlie and Easy. Try moving up and smoking them out. Use your grenades and shit. The rest of you keep defending. Because we're expecting a large force to come around. Okay, so will I come right now? Is iedereen aan het vermoorden? I didn't even shot a bullet. Okay, veld is. Veilig. Als ik het nu zo zie. Ja. 170 meter. Hij komt heel hard hierop afrijden. Oké, blijf laag. Blijf hier gewoon liggen met mij. Blijf hier gewoon liggen met mij. Ja, ga ineens een fox op. Nee, blijf laag. Zorg dat je niet... Voor ons, voor ons. Zorg dat je niet wordt gezien. Ah, yeah. About that. Oh, jezus. Hij komt echt heel hard hier naartoe. Oh, dit is echt... Oh,
pieces. Oké, ik weet dat hij mijn kant op komt. Ik leg ineens de Fox om een beetje te fighten. Dat kun je best doen als het. Hé, er zit een mens. Chip, er zijn enemies near the fucking person. En ja. Waar? Shit. Ik heb een kapot van de kerst af. Ik hoor de tank. Oh, kut. Ja, met onze tank. Niet van wat ik hoor. Degene die ik hier hoor, die voor mij staat, is niet onze tank. We hebben onze... Sorry, triggerfinger. Ze rushen heel snel, jongen. Ik weet niet hoe, maar... Ze zijn Duitsers, hè. They're taking a lot of pressure from the northeast side of Bojack. We staan midden aan het spel thuis, dus niemand kan het eens aandoen. Kan artillerie tanks kapot maken? Jim, je moet hem gewoon twee keer raken. Ja. En dan gewoon... Ja? Oké, artillerie. We're starting to lose garrisons back here on the defense. Yeah, I'm making my way up there to make some more garrisons around the tree line again. Ik kan hem super hard kapot maken. Yep, if you guys are gonna make your push, then you've gotta do it now. Enemy thinks they've got us by the balls right now. Oh, wat een mongool is dit dan? Syntax has got a major enemy squad coming in from the east of the point through the woods. Epic. Yep, just took the two guys down. Oh shit. Oh nee, hij is een... They're basically all coming on top of you, there's a whole squad. We hebben nu niemand op artillerie, dus dat Heb jij OP hier, Oké. Okay. Nee, dat ik zat gelijk... Sherman, I spotted a tiger tank, he's riding away. Or, he's driving towards us. Oké. Yeah, they're real close. Northeast. Tank is pushing up, guys. Sherman guy, he's like coming towards you. Oh, nu wel. Twee doen dan. Ja, ik kon hier geen OP neerzetten, dus ik moest het wachten. Als jij er bent, begin ik gewoon vanaf mijn locatie te schieten. Op die nog niet. Oh, we zijn gewoon aan het capturen. Hij gaat verder. Oké, ik moet hem. Oké. Oké, pushen. Pushen nu. Trying to make the pinch movement, guys. Close them in the pocket and murder them. Just pre-fire. And keep moving up around that tank. Shit, hij draait zich weer om. Oh shit, die bounce eraf. Er zijn nog maar twee schoten over. Nee, nog niet. Die kunnen jullie hem houden daar, want we zijn aan capture. Ja, we proberen hem te houden, is defending op het moment. Oké. Dan pushen wij door. Ik heb de hele tijd gewoon suppressive fire op. Oké, die tank staat er. Oh shit. Oh, ik ben opgeblazen door een. Nog wat? Wie was dat? Hier. Oké, heel waar. Ik zag in een lichte buis mijn kant op. Oh, Jim, onze garrison is daar weg. Inderdaad. Ik kan niet veel meer. Er is nog een andere garrison. Oh ja, oké, dan moet ik daar ook 40 seconden. Wacht, geef me 10 seconden, jongens. 7, 6. Nigerian is up close to Jacques. Ben je dood, Poki? Huh? Ben je dood? Nee, nog niet. Ben je bij mij hier? Ik ben OP aan het gooien. Ik heb hulp nodig hier, dan kunnen we capturen. Nee, ik ben nu naar de volgende. Ja, paal hooi aan het lopen. Alright, command, I've got basically two squads falling back to highway. In ieder geval, ik heb een OP achter me, dus je bent... Doing it, guys. It was a nice push.
and a nice defense. Okay, so I'll throw a recon over both points. Well, not yet, no. Enemy infantry behind the destroyed house. There are enemies coming to from the east towards Jacques from the Rune Road. It's at least like 7 to 8 Germans. Recon is up. Check those maps. We need a friendly tank to fall back to. Ik ga bij deze hooi bij gaan. Ik ga hem een paar keer schieten zodat hij hier naartoe komt. Hij is. Ja, dit gaat hard, jongen. Yep. Zit hier op een weg. Ze hebben een R-head opgezet of zo. Kut, sorry. Oh shit. Ik denk dat we terug moeten vallen. Ik ben neergeschoten. Ja, ik ben dood. Ik werd gehuidshot door een E-head. Oef. Ik zie die hele. Syntax, wat wil je wat we doen? Wat? Verdedigen weer? Ja, denk ik wel. Die chakkers nemen ze bijna. Oké, ik heb een klein probleempje. Ze hebben een grote invasie in ons punt. En er zijn maar twee enemies cross die bij highway bezighouden, dus dan... Ja... Ik denk die blijven maar schieten. Maar als wij de laatste verliezen, dan verliezen we de game. En als zij de twee naar laatste verliezen, dan verliezen ze niet de game. Dus zij hebben minder te verliezen op het moment. Ja, daarom pushen ze ook zo hard. Precies. Ik zit nu in strong point. Ja, ik lig achter een hooi. Oh, dat is close hoor. Die tank blijft maar schieten, hij stopt niet. Volgens mij wacht ik tot mijn voetje ergens naartoe vliegt of zo. Als hij slim is, dan schiet hij ietsjes langs mij. Ach, Shiba, waar is die tank op dit moment? Kun je pingen? Hij is nog steeds hier bij mij. Met ik. Smoke grenade. Hij gaat naar voren. Het moment dat hij like voorbij. Een bepaalde hoeveelheid opbouwen is een fucking. Maar ik kan hem niet pieken. Dutchie mate, you died. Maar kun je nog zo'n ding in strong mode zetten misschien? Gezet. Doing good guys, don't get discouraged, you're defending it. Als nu iemand een artillerie doet, jongen, of een bom inrun. Ja, vijand nog een streefring run bijvoorbeeld. Oh. Wat was een mooie jinx, jongen. Maar ik moet zeggen dat we het netjes doen. Ja, ik kon het zeggen, we zitten wel tegen een hele clan te vechten, hè? Dus, en wij zijn een rijk tag team van verschillende clans. Oké, dus. Ik weet niet hoe, maar ik ben gewoon bij een sneeuwbank aangekomen. Die fucking tank zit hier. Zorg dat die er niet meer is dan. Maak het dood. Ja. Denk je wat ik nou aan het doen? Ik ben al... Die tank ziet mij niet. En hij staat daarachter, ik kan achter hem komen. Als ik nou niet doodga, dan is het perfect. Ja, Jim, you only need two shots, you know. Oh, daar hebben ze een repair node daar staan. Het is perfect. Holy shit. It's quiet. And yep. Only shots from us. They kinda lost all their OPs and their arid, so now it's back to frontal again. Hij zag me niet. Hij zag me niet. Hij ziet me niet. Kut, ik moet haar laden. Ik moet haar laden, dat kan me dood zijn. Oh nee. Ik kan launchers hier. Stay on the strong point. Hij draait zich om, hij draait zich om. Je kunt met hem meerennen. Watch out, enemy close to the headquarter in the middle. Hij heeft hem nog niet gezien, hij heeft hem nog niet gezien. Hij weet niet waar het vandaan komt. Wat shots heb je nog?
als ik nou deze kant gebruik, ik heb nog één over. Ik moet er nog eentje raken in de grond en dan is hij dood. Ja, maar hij kan repair langzaam. Oh, wat doe je daar helemaal? Ja, we zijn een tankje. Maar redeploy gewoon en gaat niet verder, man. We verliezen hem bijna. Twee, twee. Hé, Poki, waar ging jij vanaf dood dan? Oké, ik ben dood, ik weet niet van waar. Ja, ik ben achter. Dus sinds dat ik LMG boy ben gegaan, heb ik volgens mij echt gewoon 10 kills gekregen. Ik weet niet wanneer, maar... Ik weet niet wanneer, ik weet niet waar ze waren, ik heb nog echt nog maar één iemand gezien. Volgens mij blies die tank zelf op, omdat hij te laat. Oké, nou, in ieder geval, ik spawn. Dit is serieus de definitie van de MG. I don't know what I did, I don't know where. Oké, ik ben er, ik ga weer lekker defenden, boys. Kijk, lekker de strong point in gaan. Zeg, mokker. Lietje, waar kwam die vandaan? Oh, daar. Echt geen idee. I destroyed a couple of their OPs, so you should be able to come in now. Smoke this shit, smoke it. Oh nee, ik ben net klaar om zo'n damage like COVID. Thanks. I'll throw down some supplies so you guys can build a garrison inside the point. Yeah, I'm trying to get a good spot to place a Gary with my supply guy, but enemies are everywhere. Yep. Dat is heel jammer. Oh. Ja, bom in run. Ja, bom in run 3-2, ja. 1-2-3. Iedereen op die nou, site is dood. En onze garrison zijn dichterbij, dus we kunnen dit. Holy. Oh nee, onze auto staat er nog. Holy shit, iedereen is daar serieus weg. Gewoon. Ja, niemand is daar gewoon nu. Dat is perfect. Dat was een goede bom in run van de vijand. Ik heb één iemand. Nice. Ze dachten, hup, we helpen ze wel. Geef ze even die nog een paar minuutjes, weet je. Baker Company requesting permission to go on the attack here. Gotta sneak behind them. Maar het zegt wel enemies nearby, dus check out. Go right ahead, man. Come on, Sid. We need to do something. All single-handed. Come on, just run out over your pistol. Yeah, I'll cover. Ah! On where? Waar vandaan? We've put up a valiant defense, so I wasn't expecting that. These guys are a full clan, aren't they? So. Yeah, we're playing against a full clan as a ragtag team of little clans. So garrison is. We're doing good, in my opinion. Yeah. Best we can. Exactly. Thanks for those garrisons, guys. That's what keeps the line alive. Uh
recon flew over and showed two tanks. Another garrison is up as well. Flank, Syntax. Alright, I set up some markers of interest. Just use your common sense. Alright, come on, we're putting down a Gary on the extreme left towards the enemy line. Cool. Where are they shooting from? Is there a possibility to put an airhead on the highway? Not enough manpower. They are coming from 300 and... Oh, ze komen van 313. Waarom doe ik het weer in het Engels? One squad is building a garrison on the border, so... Once that's done, you have a flanking garrison there. Holy shit. We're in the last half hour, so... I would say we should be preparing for a final push. Try to clear out those guys in the forest near Jux, near our defensive point, and then move up as a whole once you see the flanking the squads are in position. Germans coming west from Asia. Dus we moeten nu blijven defenden, of niet? Ja. Oké. In squad omheen als het is. Om te kijken van hoe de resistie is. Tegenstanders te zijn bij een defensive point. Command, we've built a Gary on our position on the extreme left. Awesome. Is artillery handig? Op voice checks nu wel. Ja. Spawn kill. Mijn been, man. Oké, zal ik de tux erbij pakken of de Oreo? Ik heb net echt gewoon een heel pakje tux gehad, gewoon. Ze allemaal. Oh, lekker. Ja, ik heb hier ook zo'n pakje staan. Ik heb beneden ook nog chocola. Oh mijn god, fucking ongezond. Ja, ik heb echt vandaag... Ik bedoel... Just unhealthy. Oh man, dit is echt de meest slome week. Gisteren heb ik letterlijk bij elkaar volgens mij 5 uur sport gehad. Dus dat echt... Nee, sport is leuk. Oké, ook. Ja, sport is leuk, alleen 5 uur op één dag. Niet fijn. Nou. Ja. Oké, we zijn het aan het doen.
Come on, guys. It's now or never. Do or die. Enemies on my mark in that destroyed house. Yeah, boys, GG. GG. Oh, well played, guys. It was a good defense. GG. That was thanks for being around. Ja, ik moet zeggen, ik vond echt wel net de pot. Ik bedoel, in totaal. Defense, 2200 punten voor alleen defense gewoon. Ja, en dan moet de fucking matchbonus nog maar komen. Oh, dat is het gewoon. Promoted. 37. Nou, misschien kunnen we. Hey, ik ben level 4 nou. 5? 4, dat is 4. Ik ben ook bijna 4 met entity. Oké. Ik ga even naar beneden. We doen niet nog een ronde, toch? Niet nog een rol, nee, maar die service staat. Zullen wij in een private call gaan? Yep, sure. Ja, oké. Was leuk, jongens. Ja, nee, graag gedaan. Leuk. Yes, doe ik graag nog een keer. Zeker. Doei! Yo! Tot morgen keer. Nou. Ik moet zeggen, het ging netjes. Ja. Ja, het viel niet tegen. Hey, liedje. Ik wil zeggen, we hebben wel verloren, maar... Het ging netter dan vorige keer. Ja, 100%.